Jean-Pierre, 0-0 tegen Serrain thuis. Moeten we nu tevreden zijn met een punt of moeten we eerder ontgoocheld zijn dat we niet hebben gewonnen? Ik vind dat we vandaag mogen tevreden zijn met het punt. Waarom? We hebben tegen een hele goede en uitgekookte ploeg gespeeld met veel ervaring. En dat hebben we ook gezien met onze jonge ploeg, want we mogen wel zeggen dat we vandaag een jonge ploeg hadden. We hadden dus een keeper van 19 jaar en twee vleugelverdedigers van 18 jaar. Dat is een jonge ploeg, en vooral in verdedigend vlak. Maar ze hebben goed hun streng getrokken. Beter kan altijd, dat weten we, maar voor zo'n jeugdige leeftijd hebben die jongens dat zeker en vast niet slecht gedaan. En je hebt ook de wedstrijd gezien. Serrain is een solide ploeg met veel power en goede voetballers. En ik denk dat we mochten bij de rust tevreden zijn met 0-0. Dat met de rust heb ik dan toch een beetje de stem verheft. In de zin van meer bal af te dwingen. En meer te voetballen en meer lef te hebben en meer durven. Natuurlijk, ja, er is dan goed geluisterd geweest. Want de eerste 15 minuten waren we scherp uit de hoek gekomen. Met volgens mij goede aanvalsvormen. Spijtig genoeg heeft het niet lang genoeg geduurd. Hebben moeten ingrijpen met veranderingen. Heeft ook weinig... zo dan aan de dijk gebracht, die veranderingen. Maar ik moet wel zeggen, we hebben tegen een goede ploeg gespeeld en dan moet je van tijd content zijn en dan moet je ook nederig zijn met te zeggen van we zijn blij met één punt. Ja, in het veldspel inderdaad was het kief-kief evenwichtig. Maar toch, Dender kon weinig kansen afdwingen vandaag. Ja, vond ik ook. Ik heb het ook gezegd aan de groep, daar moet je eerlijk in zijn, je moet rationeel zijn. Er waren vandaag maar 4-5 spelers top. Vooral onze doelman was weer top. En uiteraard ook die goede verdedigers waren ook en die middenvelders waren ook zeer goed. Alleen vond ik het aanvallend compartiment iets minder vandaag. Mag ook een keer, mogen een keer minder goed spelen. Het is misschien ook niet makkelijk, twee kleine jongens tegen een paar torens van Serrain. U hebt het ook gezien, er zijn een paar torens bij. Er zijn jongens bij die 150 wedstrijden gespeeld hebben in eerste klas in Frankrijk. Er zijn jongens bij die 100 wedstrijden gespeeld hebben in eerste klas en tweede klas in Frankrijk. Ja, dat is echt voldoende. Hè? En dan zie je ook allemaal een meter 85 tot 89. Ja, dat is echt voldoende. En dan zie je ook in duel komen iets tekort. Maar wij hebben ons best gedaan en ik ben zeker niet ontgoocheld. Ja, toch nog een klein vraagje. Absoluut geen kritiek, maar een nieuwsgierige vraag. Je hebt vrij lang gewacht om een diepe spits in te brengen. Waarom was dat? Ten eerste was dat omdat wij dus niet wisten wie af te nemen. We zaten met ons verdedigend probleem. En we wisten niet goed wat doen daarmee. En dan was het afwegen. Wat doen we? Aanvallend is het niet gemakkelijk van Inja af te nemen die al 8 doelpunten gemaakt heeft. Andel neemt er nooit graag af. Waarom? Andel is altijd goed voor de tweede helft rustjes te maken en ook verschil te maken in doelpunten. Maar over Andel gesproken nu, als leek dacht ik misschien, je hebt een targetspits nodig, iemand die groot is, die met de rug naar de goal kan spelen. Is Andel Sar niet zo'n type? Ja, we hebben dat ook gedaan. Hè. We hebben dat ook de laatste 15 minuten van de eerste helft hebben we dat ook gedaan, maar dat was volgens mij geen succes. En de tweede helft heb ik dan gehoopt van terug met die daar te brengen en Andel op zijn geliefkoosde rechterplaats, omdat we weten dat hij daar tot zijn rechtse eind komt. Wij hebben het niet gezien vandaag, of toch minder. En wat betreft de aanvalsdrift, inderdaad, we hebben terecht gewacht, want ook Redou was zeker niet slecht. En heb ik ook gewacht op het moment dat ik vond dat hij iets minder was door zijn mindere fysieke problemen. Maar ik zeg het, dat is de reden waarom we zo lang gewacht hebben. En ik vond het ook terecht, want dat is een tegenstrever die respect verdient. Ja, een iets mindere match mag wel na 15 op 15, na 5 mooie overwinningen op rij. Toch spijtig dat het terug thuis is, die mindere prestatie. Ja, u weet ook dat wij het spel moeten maken, hebben wij niet gemakkelijk. Dat is nu al een beetje verbeterd, maar je ziet ook dat we daarmee toch nog moeite hebben. Maar ik ga niemand niet kritiek geven, maar je hebt de hoogogen. Wat je vandaag gezien hebt. En dan is het altijd niet gemakkelijk om goede voetbal te brengen, om offensief voetbal te brengen. Dan hebben sommige jongens toch ook wel een beetje de inzicht van heb ik vertrouwen, heb ik geen vertrouwen. En dat zag je vandaag. Vooral tweede helft.
Dus ik ben alleszins blij met 0-0, want dat wil zeggen dat we hem toch wel goed verdedigd hebben. Je hebt de nul op bord gehouden. Ja, want de laatste 15 minuten was het toch een beetje bibberen, hè? Inderdaad. Het, ja, ondertussen stond er ook twee verse krachten op. Twee jongens die allebei de nodige snelheid hebben. Maar die hebben ook dan weinig gebracht, je moet ook eerlijk zijn. Ja. Een match zoals deze verdiende geen winnaar. Een mooie afsluiter, Jean-Pierre, inderdaad. Niet verloren is uiteindelijk misschien de beste afsluiter voor vandaag. Het had anders kunnen lopen, maar goed. Volgende week een nieuwe kans voor een driepunter. Laat ons hopen. Oké. Dank u wel, Jean-Pierre. Dank u wel. Ja, dat moet je altijd niet...